Hoi, ik ben Linde. Ik ben maatschappelijk werker in de CWZ. Hoi, en ik ben Emiel en ik ben ook maatschappelijk werker in CWZ. En vandaag willen we jullie een inkijkje geven in hoe onze functie eruit ziet. De artsen en de verpleegkundigen zijn in eerste instantie voornamelijk natuurlijk gericht op het fysieke aspect van het ziek zijn en een goede behandeling daarvoor. Maar je kunt je voorstellen dat het ook best wel een impact heeft op je relatie, op je gezinsleven en op je hele emotionele welzijn. En daar komen wij om de hoek kijken. Als mensen opgenomen zijn in het ziekenhuis, gaan we naar mensen toe en hebben we aan bed of in een wat rustigere omgeving gesprek. Samen met de patiënt, soms ook met de partner erbij. Het kan ook zijn dat mensen vanuit huis hier komen. Dan hebben we een afspraak en gesprek hier, zoals in deze kamer. En af en toe hebben we ook huisbezoeken. Ik werk bijvoorbeeld op de nierafdeling en ga aan het begin van een nierfalen traject bij mensen thuis op bezoek. Om ook een idee te krijgen hoe zijn hun psychosociale omstandigheden. En wat voor een invloed heeft dat op de behandeling. Nou, laatst werd ik ingeschakeld bij een vrouw die hier opgenomen was. Had wat rugklachten. Ja, bleek zij uiteindelijk de ziekte van Kahler te hebben. Mevrouw was heel verdrietig, angstig over wat er op haar afkwam. En als maatschappelijk werker is het dan heel mooi om daar gewoon te kunnen zijn. Bij die emoties stil te staan. Dat het eigenlijk ook heel normaal is. Dat als je zo'n bericht krijgt, ja, je even van slag bent. Mm-hmm. Je loopt eigenlijk een eindje op met mensen in de meest kwetsbare fase van hun leven. Het is gewoon heel mooi om daar onderdeel van te kunnen zijn, door daar echt iets in te kunnen betekenen. Wij werken hier met 11 maatschappelijk werkers. Wij als maatschappelijk werk maken onderdeel uit van de paramedische dienst. En we werken ook samen met andere disciplines. We hebben een heel gemêleerd team. Ik ben de enige man wel. Ja, dat is dan wel. Het zijn toch voornamelijk vrouwen, maar wel verschillende leeftijden en verschillende persoonlijkheden. In principe hebben we gewoon ons eigen werk. Dus we werken best individualistisch. Aan de andere kant, we lunchen eigenlijk iedere middag samen. We hebben intervisie en we lopen zeker bij elkaar binnen zo nodig. Ja, ook om gewoon je verhaal te kunnen doen als je iets ingrijpends hebt gehoord. Als je even niet weet hoe iets moet, feedback bij je collega's vragen. Dat is heel fijn. Nou, ik vind het echt heel leuk dat we iets konden vertellen over ons prachtige werk hier binnen CWZ. Ja, zeker. Niks aan toe te voegen. Nee. Ja. Oké, tot ziens. Tot ziens.